Zeg het maar, jongen. Wat mag ik zeggen? Hoeveel zin je hebt om vandaag iets lekkers te packen voor ons account? Hoe daar vet? Heb ik wel zin in, ja. Hoe vet zou het zijn als wij Eusebio hebben en dan zo'n groene link met Inform Ronaldo? Even serieus, ja, hoe vet ja, is dat? Ja, dat zat ik ook te denken. Daar heb ik vannacht toch over gedroomd, ja. Oh, ik ook. Ik werd 3 keer vannacht wakker. Had mijn hele bed ondergezeken en dan zag ik zeg maar die Eusebio. Ja, dat is... Moet je maar zo'n team gaan bouwen in Futbin en dan doe je 4-2-2-2 bijvoorbeeld als formatie. En dan type als eerste spelen in Eusebio en dan daarnaast Ronaldo. Oh, heerlijk. Kijk jongens, voor de kijkers, ik zal het even doen hier. Kijk, ik vind het heel leuk om je een keer zo enthousiast te horen. Kijk, dat ziet er zo uit. Kijk dan. Dat maakt het gewoon niet meer uit wat je dan daarnaast hebt, maar dan deze twee zo naast elkaar, ja, fucking ziek. Heel goed. Nee, ja, dat zou echt heel ziek zijn inderdaad. Maar we hebben het echt ziek vernaaid. We zijn van 16-1 naar 19-11. Ja, we zijn dus, dat is wel heel kut, we zijn dus op 19 geëindigd. Ja, het is echt heel gênant. Ja, heel kut. Ja, nu baal ik helemaal. Ons, jongen. Maar dat komt omdat wij veteranen zijn. Die kunnen dat niet meer aan, jongen. Als wij jonge Bambi's waren geweest, dan waren we op zaterdagochtend en zondagochtend springend ons bed uitgegaan en 20 potten in 4 uur gespeeld. Nou, vooral dat ja, vooral na pot 15 of zo, weet je, dan tot 15-0 kan het nogal 15-1 en dan op een gegeven moment die zondag, dat is echt, dat is een hel of zo. Ik weet niet wat het is. Maar ja, het is niet anders. Weet jij niet wat het is? Jij weet al 4 jaar wat dat is. Ja, ja, ik ga er ooit heen, jongen, naar de hel. Denk je? Nee, ik denk dat God wel ziet aan jou dat je toch je best hebt gedaan in je leven en dat er toch dat je toch een goed hart hebt, ondanks alles. Ja? Ik denk het wel. Ik denk toch dat het wordt herkend. Ja, denk je dat ik naar de hemel mag? Ja, dat weet ik nou ook weer niet. Misschien dat er een soort middenweg is. Voor mensen zoals jij. Ik moet eerst nog een challenge uitvoeren als ik daar aankom. Moet ik tegen anderen... Dan sta ik daar met iemand anders die ook in twijfel valt. Zoals ja, je moet nog 1 potje FIFA spelen. De laatste van je leven. En dat bepaalt waar je heen mag. Hier staat Barney. Bij hem wisten we ook niet wat hij moest doen. Die mag tegen hem darten. Ja, oké. Okay. Precies. Dat zou mooi zijn. Barney. Zo in een leeg Ahoy. Ja, mooi hè. Zo, wat een fantasie op donderdagochtend. Hé, we hebben doelstellingen. Huh? Is dit dan? Oh, ja, dat zijn die FUT Champions. We hebben extra player picks, jongen. Dat heb ik voor jou geregeld. Is dat slim dat we die hebben bewaard? Nee, dat zit gewoon van vorige week in. Kijk maar. Ja? Weet niet. Ja. Ik weet het nog steeds niet. Ja, volgens mij wel. Die Hilton alles van vorige week. Paris Hilton, dat zeiden toen nog. Paris Hilton. Oh ja. Die ja, kut Paris Hilton. Meren. Hey, maar hier kan je wel Aubameyang uitkrijgen. Dus doe maar even je best. Kom op. Is goed. Oh, jammer. Hier, de broer van de vrouw van je vader. dit is jouw oud-oom, jongen. Precies, verre familie. Jouw stief-oom eigenlijk, beter gezegd. Ja, klopt. Goeie hij speler. Pas hier in Colombia wordt hij zoveel, zoveel gehandeld. Best wel goede stats heeft. Ja, zeker. Maar volgens mij heeft hij geen skill move of wel. Nee. Zo ziet hij er niet uit, jongen. Wat is dit dan? Ja, shirt. Dat hebben ze voor Warrie gemaakt, dat shirt. Echt, hè? Zou hij er ook mee te spelen? Ja, hij speelt Warrie met dat badge. Met die badge, dat tenue en zo. Ik mag het hopen dat hij dat een keertje doet. Dat is wel goed van vieze vetzak is dat, hè? Die Barry, hier, man. Die Barry, echt. Die Barry, dus, ken jij iemand? Ik denk dat elke vriendengroep wel zo iemand heeft. Die dan een keer... Ik heb dat nog nooit gehad. Hij heeft gewoon player pick 93 Ronaldo gehad. En nog steeds klagen over de player picks. Ja, maar daar hebben heel veel mensen. Ik vind dat niet normaal. Er was toen ook zo'n jongen die had toen... In de eerste 2 weken had hij Gomez en Rashford gepakt. En daarna klaagde hij ook dat hij niks meer had gepakt. Ja? Ja. Ja, dat vind ik ook triest. Ja, maar nou, dan heeft hij 2 zieke spelers in zijn team. En die zet hij gewoon vaak nog eens wissel ook. Ja? Ja. Ja, je weet niet hoe lang ze goed blijven natuurlijk, hè? Maar nee, die jongen is ook heel goed, dus ik snap wel dat hij dan baalt. Nee, precies. Klopt, ik weet het gewoon wel over wie het hebt, joh. Oké, nou, vette. We gaan naar onze rivals, jongen. Rang 4, denk ik. Ja, ik denk 3. Ja? Ja, zie je? Gewoon tradable? Kiezen. We kunnen ook vermuntigen. Ja, doe maar. Hm? Tuurlijk niet, jongen. We zijn YouTubers. Kom op, man. We zijn content creators. Oh ja. Kom op, man. We moeten content creëren. Alles voor die content. Nee, ik dacht dat je bedoelde... Van... Wat? Ik dacht dat je bedoelde van... We kiezen het pakket met die met munten waard is. Dat bedoelde ik. Kijk, zie? Zo zijn we dus toch eigenlijk 2 jongens die op 1 lijn zitten. En we packen een Portugees. Zie, dat is een hint. Dat is inderdaad al een heel goed teken. Oh, zieke packs, zeg. Zieke packs vandaag. Jee, dankjewel. Zieke packs. We moeten dit even stralen. Oh, zieke packs. Ja? What the hell? Dit is niet normaal, man. Kijk dan, weer zo'n player pick.
Wat een gekke, hè? Moet je nagaan dat hij daar in één keer zit. Hier, teamgenoot. Dat is ook een goed teken. Ik ga vanmiddag naar PSV, jongen. Het is do or die vandaag. Ja, maar jij hebt er echt vertrouwen in, hè? Je zit de hele week... Dan zeg je alleen maar van, ja, dat gaan ze wel redden. Je bent wel een beetje voor PSV geworden. Ja, dat merk ik wel. Je bent wel een beetje voor PSV geworden. Voor PSV geworden. Ik zag ook mensen die dat reageerden op mijn Instagram, ja. Ja, maar dat merk je. Dat zie je aan alles. Jij was altijd voor Ajax, maar ik merk toch dat het een beetje richting PSV gaat de laatste tijd. Ja? Ja, ik weet niet. Ja, dat is heel knap van jou. Ja, knap, hè? Dat ik dat zie. Ja, dat is heel knap. Dat is heel knap van jou, ja. Oh, wat baal ik nu dat we niet die 200k pakket hebben. Maar het ergste nog is dat die player picks, die zijn zo goed bij goud 1. Dus we moeten... Ja, je moet maar een keertje bij jezelf te raden gaan. Ja, klopt. Hoe erg je het hebt vernaaid. Ja, klopt. Jij hebt er volgens mij echt 6 of 7 achter elkaar verloren, of niet? Nee, 4 of zo. Ik dacht dat ik 17-1 stond en toen 18-4. En we zijn 19-11 geëindigd. Dat weet ik al dus, niet. Nee, dat snap je. Die weet ik al niet meer, best. Oh, dat is echt verschrikkelijk. Maar kijk, de playpicks zijn hetzelfde, hè? Kijk maar. Oh, dat is wel ziek. Goud 1, de playpicks zijn hetzelfde. We doen gewoon alsof dit goud 1 is. Dit is gewoon goud 1, geloof me. We gaan... Kijk, hier zit hij al. Sorry. Wat? Oh! Oh. Niet. Ah, dat is prima, toch? 90 geeft. Tuurlijk. Dat is wel echt goed. Kijk, en nu moet er nog een 95 naast komen. Kom op. Word je dan gek? Gooi je dan George uit het raam? Ik ben te kort wakker om echt gek te worden, denk ik. Ik heb nog een beetje dikke ogen en zo. Ja... Kennen. 3 poliepen op mijn stembanden, maar verder... Nou, dan gooi je wel George even 1 verdieping naar beneden, toch? Als je nu Ronaldo pinkt. Gelukkig is dat beest hier niet in de buurt. Schijnt hieronder een dierenasiel te komen. Komt goed uit. Ja? Echt niet. Nee. Oh. Komt-ie. Nou, jongen. Verleid mij mijn 4 losse. 4 opties, jongen. Ik verlos je uit je lijden. Kom maar. Je begint bijna te twijfelen wat de echte uitdaging is. Ja, ik ook. Ik dacht nu de goeie. Ik dacht, serieus, zeg ik nou de goeie of niet? Klopt, nee. Ik zat ook echt even 3 seconden na te denken, ja. Oké, kom maar. Doe het maar. Komt-ie. Oh, nee! Oh, wow, dat was per ongeluk. Oh, nee. Hè? What the fuck? Zie, wat? Ik knipte weer even 1 seconde mijn ogen dicht, toen was het een beeld. Ik deed het per ongeluk. Ik deed zeg maar... Brrr, alleen daardoor drukte ik ook 2 keer. Ja, man, we kunnen weer een vieze clickbait maken. Een zieke Portugees en een zieke uit de Serie A. Ja, deze kan wel basis bij ons, toch? Hij heeft ook een strong link met Eusebio. Mm. Hij is denk ik oprecht wel fijn, hoor. 4 sterren skill, zo'n lekker dribbelaartje. 97 stamina, hè? Oh ja, misschien op 10 of zo. Misschien als we 4-2-3-1 spelen met hem. Wat zijn ze weak foot of zo nog? Ja, 3. Maar hij is wel fijn, hoor. Ja. Goed invalletje. Laten we hem sowieso kiezen, toch? Dan moet je met deze gozer dan. Nee. Rechtsback, what the fuck? Die kies ik sowieso niet. Zieke stats, hoor. Alleen niet verdedigen. Nee, die hoef je niet te kiezen, hoor. Dit is zo'n kaart. Je hebt toch ook van die kaarten die juist rechtsbuiten zijn of rechtshalf, zoals zo'n Cancelo, en die je dan rechtsback wil zetten? Dit is wel zo'n kaart. Nou, je hebt toch kaarten in de game, zoals bijvoorbeeld die Cancelo rechtshalf, ja, die je wel liefst rechtsback zet. Klopt. Dan is het ideaal om zo'n kaart erbij te hebben, die juist rechtsback is, die je dan rechtsbuiten kunt zetten, maar... Nee, jongen. Kies er voor die andere. Best een goede kaart, hoor. Ik zeg het je eerlijk. Yeah. Maar goed, dan kies je deze, jongen. Best tevreden, zieke playerpicks. Ja. Echt 2 goede playerpicks. Dat mag best de titel zijn, zonder dat het clickbait is. 2 zieke player picks, vind ik wel. Ik vind dit goed. 89 en 90, vind ik goed. Ja, als je vergelijkt. Dat zijn echt de 2 beste... Oh, kut. Dit is het beste pakket volgens mij dat ik nu aankijk. Echt? Oh, dan let ik even op. Ja, dit is 50k pack. Nou, er zit voor 10k aan waarde in het meer. Godverdomme, man. Al die Portugezen, jongen. Ik ben maar gek van die Portugezen, jongen. Ik waan me gewoon in Portugal. Die smerige honden, jongen. Dat is wel vet, als een heel maar Portugees. Maar jij rijdt zo naar Amsterdam. Ja, vanmiddag. Waarom moest je denk ik zo vroeg... Oh, kijk dan. Oh nee, dat is altijd net. Ja, omdat ik veel moet doen Waarom vandaag. Moest je zo vroeg opnemen dan? Oké, we praten net door elkaar. Volgens mij zit er delay in die oortjes. Oh, bij mij niet. Nee? Nee, ik praat niet door jou heen, heb ik het idee. Ja. Jij praat wel altijd naar mij, maar... Ja, die tandenborstels, die hebben even nodig voordat ze dat geluid kunnen processen. Ja, ik zou echt een keer toch een mail sturen naar Oral-B. Ja, ik heb iPhone-oortjes gekocht voor corona van de week. Ja? En vond je mijn tag gisteren leuk, zie ik nu? Ja, zeker. Ik zag hem pas heel laat. Met Piet, mooi hè? Ja, heel vet. Mooi, zo'n gast, dat was ook mooi hè? Ik tagde dus jou, dat was even een leuke opmerking. Ik tagde jou dus onder je post. Ik zag het. Zegt iemand, waarom tag je Alisson erbij? Zegt anders gast, waarom heb jij geen hersens?
Mensen hebben zo'n kort lontje allemaal. Ja, vooral op social media. Ook als ik bijvoorbeeld onder een post van 4-3, zoals laatst, zag je Frank iemand tackelen en dan reageer ik daaronder. Met van, kill, wat een fucking vet zwijn of zo. Gewoon zoiets grappig. Ja. En dan reageert echt iemand heel serieus onder van, als ik hier wat doe je stoer. en dan denk ik echt van, sommige mensen hebben echt niet door dat het, ja. Maar dat... weet je wat heel irritant is, vind ik? Nou. Dat iedereen wil alleen maar grappig en stoer doen online, zeg maar. Ja, klopt. Dat is het gewoon. Niemand zou ooit gewoon iets normaals reageren of zeggen. Nou ja. Tenminste, dat wordt niet gewaardeerd, laat ik het zo zeggen. Als je dus iets normaals zegt, dan moet meteen iemand daar weer triest op reageren. Het is zo'n kinderachtig bed. Klopt. Ja, jongen. Maar ja, mensen dat hebben, is het, jongen. Mensen hebben een kort lontje deze dagen. Precies. Kort lontje en een vet kontje. Hier, dit was het weer, jongen. De ellende zit erop. Ja? Man. Wat een zieke ellende. Ja, jongen, dan moeten we het dus toch doen met Bernardo Silva. Ja? Hebben we niet genoeg voor een 86+? Gaan we kijken. Nee, hè? Vast niet. Moet ik even kijken? Ja. We hebben wel een goed team, hoor. Ik vind dat we best een goed team hebben. We gaan morgen het team even weer maken. En dan gaan we... Eén van ons gaat natuurlijk die potje even spelen. Ja, zeker. Pff, 98 schotkracht, hè? 82 versnelling is ook best prima. Ja, dit soort kaart... Ja, eigenlijk vind ik het best wel jammer dat je bijvoorbeeld ook nooit zo'n Busquets of zo gebruikt. Of een Kroos. Of... Klopt. Heel veel goede spelers worden echt nooit gebruikt. Ik weet nog, met FIFA 10, kunnen mensen terugzoeken. Misschien was het zelfs FIFA 09, maar ik denk FIFA 10. Was Kroos echt een super talent. Speelde hij bij Leverkusen, gehuurd van Bayern. En toen speelde ik altijd met Kroos op 10. Dat was heel vet. Als je dan online ging, dan kwam je tegen iemand met hetzelfde aantal sterren team. Dus toen was ik heel goed met Leverkusen, 4,5 sterren. Alle andere 4,5 sterren teams pakte ik toen. Ja, dat was toen leuk, hè. Dan kon je inderdaad, als je met 4 sterren team speelde, kreeg je altijd een gelijkwaardige tegenstander. Ja, klopt. Was eigenlijk beter, hoor, toen. Dat je gewoon altijd tegen mensen kwam online. Dat was voor de wereldranglijst, hè, waar ik toen bovenaan ben gekomen. Kom je altijd tegen mensen met een gelijkwaardig team. Ja, maar ik zag ook dat jij... Dat was echt een leuke tijd, eigenlijk. Ja, ik kreeg allemaal vragen van mensen ook van de week bij Jinek. Die zeiden, is Koen drie keer wereldkampioen geworden? Toen zei ik, ja, dat heeft hij nooit verteld. Nee, is niet zo. Nee, drie keer bovenaan de wereldranglijst, maar dat zeg ik zelf ook nooit meer. Maar vroeger was dat echt een beetje een ding. Dat je dan bovenaan de wereldranglijst stond. Dus dat had ik toen ergens ook staan in mijn bio en zo. Maar dat vatten zij dan op als wereldkampioen. Maar dat heb ik nooit gezegd. En dat staat ook nergens. Maar het is inderdaad heel irritant. Het staat wel ergens. Anders zullen ze het niet... Nee, drie keer nummer 1 van de wereld staat er. Alleen dat vertalen zij dan naar wereldkampioen. Alleen ik communiceer het zelf ook nergens meer. Want tegenwoordig boeit dat ook niet echt meer. Nu is elke week... zijn er twee nieuwe nummers 1 van de wereld. Als je daar, kun je moeilijk nog wat van zeggen, zeg maar. Ja, hier op Wikipedia staat... Weiland werd wereldkampioen FIFA in 2010, 2011 en 2015. Hij is tevens... geschreven dan? Ik heb niet zelf mijn Wikipedia geschreven. Jij! Ja, ik kan het wel voor je aanpassen. Ja, doe maar. Ja? Dat klopt niet, nee. Koenraad Boudewijn Weiland. Staat dat daar ook? Ja. Wie heeft dat gedaan dan? Wie maakt zoiets? Ja, bij mij hebben we het toen met Vitesse een keer gedaan. Dat zie ik eigenlijk dat mensen zoiets maken. Heel het is... klein paginaatje. Ja, maar het is wel vet om het... Je moet het gewoon een keer aanpassen naar... Dat is best wel interessant. What the fuck? Het staat zelfs dat ik bondscoach ben al. Dus mensen gaan dit echt... Nee, klopt. Maar ik heb toen met Vitesse heb ik het toen wel eens gedaan. Waren we bezig met bepaalde dingen. Ik dacht, nou, dat is grappig. Maar het is best wel leuk als je gewoon een uitgebreide pagina natuurlijk hebt. Wel grappig, hoor. Ja, ik wist echt niet dat dit er was. Geen foto. Geboren in Arnhem staat er ook. Zie je? Dus je weet al dat er iemand is gemaakt die mij half kent. Ja, ik heb hem gemaakt, joh. Was dat maar zo, dat er gewoon Arnhem in mijn paspoort stond? Dat was nog vet geweest. Ja, kan toch? Wat dan? Oh nee, je hebt Oosterbeen natuurlijk. Nee, ook niet. Maar nee, wat dan? Duiven? Duiven? Nee, tot welke gemeente hoort Oosterbeek? Oh ja, gemeente Renkum zit jij. Ja. Hey, we hebben er 13, hè? Oh wacht, ik zit niet eens meer te kijken bij jou. Waar ben je? Oh, hier. We hebben er 13, alleen we gebruiken... Oh, dat is wel zonde. Kijk je nog? Kijk je weer of niet? Ja, zeker. Kijk, we hebben deze 10. Kijk, we zouden er dus 2 moeten saven, zeg maar. Ja, Zaha en Bernardo Silva. Ik laat die Goretzka nog best wel vaak invallen, alleen... het hoeft niet per se, hè. We lever je wel 1,90 rated, een 87 rated. Ja, maar ja, dat moet. We kunnen ook een weekje wachten. Ja. Of niet? Of zeg je fuck it. Want nu, dat had Wachy toen ook. Toen was Ronaldo net als in vorm. Fuck het gewoon doen? Ja, fuck it, jongen. Dood gaan we toch. Precies. Dood gaan we toch, jongen. Is goed, jongen. Oké, dus iedereen leveren we in, behalve Bernardo en Zaha, zeg jij. Ik vind die Zaha echt helemaal niks. Ik heb daar bijna geen goal mee gemaakt, voor mijn gevoel. Ja, kijk, die Goretzka gaan we toch nooit meer gebruiken. Tenminste, ik gebruik hem nooit. Nee, jij speelt ook bijna niet.
We hebben Kanté, Ballack. Je moet ook wat, soms wat hoge spelers erin pompen. Wat... Nee, nee, zeg dat nou niet weer. Dit is misleidend voor mensen die dat dan echt gaan denken. Dat is zielig. Oké, pas. Nou, dit leveren we in. Goretzka, Mkhitaryan, Handanovic, Milinkovic. Ja, ik vind het een mooi team, jongen. Kom op, man. Het zou echt zo vet zijn als we nu echt een keer, echt één keer even iets goed pakken. Kom op. Je hoopt het. Vette? Ik heb er zin in. Ik ook. Ik heb er echt zin in. Echt. We gaan iets goed pakken. Okay. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Ja? Kom maar. Oké, jongen. Ik verlos je uit je lijden. Kom maar. Ik klik. Nu. We hebben te lang over die eikel gehad. Nou, ja. Had ik dat hele verhaal over Leverkusen verteld. Ja. Zo gênant. Handanovic. Oh, die Gorry. Oh, en ik heb mogelijk zijn haar ingeleverd. Ik liet hem nog wel eens invallen. Ja, oh, die Dumfries. Jongen, al die party bags en al die upgrades. Ik heb echt al ziek lang niks gepakt ook, hoor. Dat is echt gênant. Hey, jij niet. Maar... Nee. Dat is een wonder, jongen. Vandaag wordt mijn dag. Ik voel het. Ja? Oké, nou laat even weten of je iets leuks hebt gepakt dan maar. Ja, deze gozer die kan er ook niks van, hè, die Bamba. Heel eerlijk. Ik zet nog liever die Mares of Chemistry erin, denk ik, dan dat ik die Bamba erin haal. Oh, wat is die slecht, hè? Man. Oh, vreselijk, Koen. Bessie. Hey, ik heb eerlijk gezegd dat die Insigne beter is, hoor, dan die Bamba. Ja, nee, natuurlijk is die beter. Hey, maar ik moet nu echt gaan. Dus we gaan morgen goed, even jongen. Het team afmaken, ja? Is goed, jongen. Vaarwel, jongens. Boeit me allemaal gereed mee. Nee, mij ook niet. Bedankt voor het kijken, jongens. Jullie zijn de beste. Thanks. Bijna 55.000. Bye-bye, jongens. Dankjewel. Binnen een jaar 100.000. Zou dat ons lukken, denk je, vette? Makkelijk. Kan best. Bye-bye.